Ze zijn er klaar voor, de Nederlandse hockeydames. Nog even de laatste knuffels en dan hup, het vliegtuig in. Voor de komende weken is Rio de Janeiro hun standplaats. Al het mogelijke zelfvertrouwen is ingepakt. We gaan voor een gouden medaille. Ja, dat hebben we ook echt naar elkaar uitgesproken. En dat is echt ons doel. En voor minder gaan we niet. Dus ja, we gaan knallen daar. Ik heb er super veel zin in. En ja, hier heb je gewoon zo lang voor getraind. En dan is het toch wel lekker dat het de dag van vertrek is eigenlijk gewoon vandaag. Zijn zij voor een groot deel de oude rotte onder de Olympiërs? De Nederlandse handbaldames doen voor het eerst mee aan de Spelen. Eerste keer. Ik weet niet wat ik moet verwachten nog. Ik ben wel een beetje zenuwachtig als het zo direct gaat beginnen. Ik heb er super veel zin in. En er wordt meteen al heel wat van ze verwacht. Al deze sporters maken serieus kans op een medaille. We zijn er al volgens mij al 4 weken helemaal klaar voor. Dus het mag nou wel beginnen, toch? Eindelijk gaan. Eindelijk gaan we, ja. En dan nog 2 weken, hè. Dus voorlopig 2 weken zijn lang, hoor. Al is het vast ook fijn om even te acclimatiseren in het bloedhete Rio. Over 12 dagen beginnen daar de Olympische Spelen.